pārāk laipns. Daļ kā es ļoti daudz dabūju un ciestu savā dzīvē. Daļ kā ļoti daudz man ir izmantojuši. Ļoti ietiepīgs. Arī daļ kā es esmu ļoti daudz ciets. Un tai pašā laikā ļoti mērtiecīgs. Un viss labākā vērtība ļoti strādīgs. De meest atypische voorjaarskoers wordt ieder jaar gereden één week voor de Ronde van Vlaanderen. Gent-Wevelgem is zowel een koers voor sprinters als voor sterke mannen. Traditie en erelijst zeggen voldoende over het belang van deze klassieker in de Westhoek. De editie van 1999 is de editie van Tom Steels. Overlever in een lastige finale en snelste man aan de streep. Steels is België's beste sprinter van de voorbije 30 jaar. Ondertussen verzamelt hij op zijn 46e heel wat strepen als ploegleider. Nooit was een lach breder als die van Ludo Dirkses, de man van het volk, de man met het strijdershart, de Kempenzoon die vele harten veroverde. De eeuwige aanvaller is op zijn 53e al heel wat jaren renner af, maar stroopt nog iedere dag de mouwen op. Ooit als pistoolschilder en tegenwoordig als verkoper van fietsen. Leon van Bon is een ex-winnaar van toeretappes en semi-klassiekers. Het palmarès mist een topklassieker, maar Olympisch zilver in Barcelona neemt niemand hem nog af. Na een lange carrière op de fiets is Van Bon ondertussen aan zijn tweede leven begonnen, als fotograaf in de koers. Man van de streek Peter Farazijn was de gedroomde knecht voor kopmannen als Van den Broeke en Schmil. Altijd op de afspraak, altijd in vorm, nooit zeuren, steeds rijden. Rijden doet Farazijn op zijn 48e nog steeds. Op de fiets in zijn vrije uren en met de bus in zijn heuvelland. Een gesprek met vier toppers van toen, op de plaats waar Gent-Wevelgem zo vaak in een beslissende plooi is gelegd. De mooie, maar o zo lastige Kemmelberg. Vooral die afdalingen. Ja. Dus die heb ik toen nog zeg. Over de kassei. Toen was er nog over de kassei. Ik denk dat we allemaal wel afdalingen herinneren waar je echt wel geluk gehad hebt dat je ook niet neerging. Ja? Je kwam boven gezet en bij wijze van spreken, je fiets recht en je ging. Ja, dat kon niet anders. Maar als er dan iemand voor je zat, dat of je paniek sloeg of toch begon te remmen, kon ook geen kant niet meer uit. Ik was toch altijd blij dat we terug op de asfalt zaten en verder gingen. Voor een man van de Westhoek, wat betekent dat Gent-Wevelgem? Ik trainde hier altijd. Dus ik kan eigenlijk parcours blindelings. Je wist waar welk huis stond, waar wat daar gebeurde. Daar rechtsaf, daar draaien we linksaf, daar komen. De wind gaf van rechts komen, van links. Ik wist, dat moet ik zeker vooraan zijn. Maar toch misschien nee. Nog net iets specialer geweest dan voor deze andere drie man. Dat was nog altijd een extra motivatie, van ik. Ja. Voor mij blijft er altijd de woensdagkoers. Ja. Dat is nu niet meer, maar dat... Hij ziet dat nog altijd als een midweekkoers. Ja, maar dat is een van de redenen waarom het niet aanvoelt voor mij gevoelsmatig als een grote klassieker. Ah, ja. Die zijn in het weekend. Als je de zondag, de kalender zat nog anders in elkaar. Als je de zondag de Ronde van Vlaanderen reed. Ja. Dan en echt diep aan was, de woensdag vond ik altijd zo. Ja, was dat zo, jongens? Voelde je de Ronde van Vlaanderen nog? Je reed speciaal de Ronde van Vlaanderen niet, denk ik. Ik liet de Ronde van Vlaanderen meestal... Om hier te kunnen schitteren. Om hier fris te zijn. Ja, ik vond het altijd zo... Dat komt meevallen en dat komt tegenvallen. Ja. Zeker in het begin van de koers. Ja. We beginnen aan de eerste keer Kemmelberg. Met vooraan Wezeman, man van Telecom. What do you think when I say Gent-Wevelgem? Kemmelberg. war halt natürlich immer eine Herausforderung und sehr gefährlich, ist ja auch viel passiert an dem Berg. Man hat schon extrem Respekt gehabt vor dem Kemmelberg, vor allem vor der Abfahrt. Das war natürlich schon eine extreme Geschichte. Ja. Aber ansonsten bin ich das Rennen auch sehr gerne gefahren, hat mir auch gelegen. Aber eben vor dem Rennen und bis dann der Kemmelberg hinter einem lag, war immer großer Respekt da und ich glaube bei allen. De tweede en laatste beklimming van de Kemmelberg luidt de beslissende fase in. Een groep van 15 renners met onder andere Schmil, Museeuw, Dirksens, Seurissen en ook topfavoriet Tom Steels neemt afstand van een tweede groep. Daarin Joop Plankaert en, nog belangrijker, Erik Zabel en Cipollini, twee spurters die het Steels moeilijk kunnen maken in de spurt. Museeuw en Peters, dat zijn de twee die voor Steels uitrijden. Ze rijden voor Steels en ook voor Steels. Het een is figuurlijk, het ander is letterlijk. Was er wat te doen aan Mapei, mannen, die dag?
Maar duidelijk niet, hè? Nee, ja. Anders hadden we moeten doen. Het is waar, ik weet het. Je hebt gelijk. Ze waren enorm sterk, hè? Aan de Wevelaam is het moeilijker in finale ook om uit te rijden. De lange rechte wegen. Nodigt niet echt uit. Eerlijk gezegd, ik had nooit niet verwacht dat we dat gingen kunnen houden. Nee? Nee. Die grote wegen dacht ik, zo gaan maar even en dan gaan we zien wat er gebeurt. Dat was natuurlijk wel Johan en Wilfried aan het kop. Die konden wel rijden met een fiets, natuurlijk. Dat waren de ideale ploegmaten. En natuurlijk het duo op zich, Johan en Fiete, waren twee mensen die zowel op training als in wedstrijden, die waren altijd samen. Dat waren de twee grootste tempobeulen die we hadden binnen de ploeg. Ja, dan, die voelden elkaar aan en die bleven wel rijden. Als er dat twee zo'n mannen op kop rijden, als Wilfried Peters en Johan Museeuw, wij zitten daar in de groep en dat wil dat wij weten al hoe dan die man kan koersen. Dat kan niet. Maar dat is dan weer typisch Peter Farah zijn. Hè? Jij had dat wel, mee zijn in een kopgroep en dan denken, ja, ik ben hier misschien wel de minst goeie van allemaal. Ja, misschien wel, maar ja, toch. Dat is toch ook bij, als het misschien ook oprijdt. Ja, ik doe het eruit. Dan zeg je, ja, maar kijk hier nog, maar je moet nog van die mannen. Ja, je mag je voorhand niet gewonnen geven. Dat bestaat altijd, dan wel weer. Dat bestaat altijd een kans. Natuurlijk, die kans is heel klein, maar ze bestaat. Dat is inderdaad. Je moet altijd proberen van te gaan. Ik bedoel... Ludo Dirkjes zal Ludo Dirkjes natuurlijk niet geweest zijn als jij niet eerder die dag ook in de aanval was geweest, Ludo. Ja, dat klopt. Iets voor de Rode Berg. Gaat de licht naar beneden en dan ga je de Rode Berg op. En op een gegeven moment zie ik iets over de weg passeren. En ja, dat was een konijn. En, ja. Zowat een kwartier geleden heeft Ludo Dirkjes een konijn de kop afgereden. Dat kwam gewoon dwars de straat over gerend. En Ludo, die had het nog net bij de lurven. Dat is door mijn achterwiel. En ja, ik heb dan direct een neutrale wagen, een ander wiel gekregen. Want ja, ik had dat konijn onthoofd. Nee. Allee, zeg dat toch niet. Ja, dat was nu niet... Ja, dat de koers of de wedstrijd veranderde, maar... Je hebt een konijn. Konijn is gelukt. Stel dat het een kat is, ja, dan had ik tegen de grond gegaan. S'avonds konijn op het menu. Ja. Zat jij dan op je gemak? Had jij zoiets van, oké, ik maak het straks wel af? Nee, dat is een van de... Ik had veel te veel tijd om na te denken. Ik bedoel, er zit twee man voor u, twee ploegmaten voor u. Je zit daarachter, maar wat er achter u gebeurt, weet je dus niet. Zijn die rustig aan het eten? Zijn die de krant aan het lezen? Je weet dus van niks. Dat zal wat zijn. Dus je verwacht dat die echt wel fris de finale inkomen. Achteraf zie je dat niet zo was. Maar voor mij was dat een van de meest zenuwslopende wedstrijden dat ik ooit meegemaakt heb. Die twee man rijden op kop. In mijn hoofd mogen dat niet verliezen. Ja, de druk natuurlijk. Ja. Museeuw en Peters offeren hun kansen helemaal op voor de sprinter. In je herinnering van wedstrijden zijn er een paar die bijblijven. En dat is één wedstrijd die me echt bijgebleven is. Gewoon de nervositeit. Nog 3 kilometer en ik zou zeggen opgelet voor de sprong van Van Bon. De sprong van Van Bon, het rijmt bijna. Waar zit Van Bon? Daar zit Van Bon, Michel. Leon, jij had niet meer de behoefte om nog te gaan? Ja, ik denk, wat al gezegd wordt, met zulke mannen op kop, ja, dan moet je een beetje keuzes maken. Hè? En ik was nog redelijk rap en volgens mij was ik ook niet super fris meer aan het eind. Je zag dat goed genoeg in de sprint. Ja, ja. Zelfs Chmiel is normaal gezien ook een finisher en zo, dus die is ook 7e geëindigd. Iedereen zat zo'n beetje, alleen Tom, die was een lengte voor. Hè. Hij gaat mee in het wiel van Chmiel, steelt in het wiel van Chmiel, daar zijn ze. Ik had maar één iemand in door en dat was Felix André Chmiel. En dan begon die film te lopen. En dan weet ik dat ik nog geen ruimte had rechts van Chmiel om door te gaan, op het moment dat ik wilde aanzetten. Kijk wat een gaatje. Kijk eens. Zo'n klein gaatje. Ziet daar een gaatje en dan moet hij daar meteen maar induiken. Dat doet hij. Passeert daar goed. Er zat nog kracht in de benen. Dat snelheid op. En dan, dat was winnen. Qua klassiekers was ik beperkt in welke klassiekers dat ik kon winnen. Gent-Wevelgem was er één van, het Nieuwsblad was er één van, Waregem, dat soort wedstrijden lag me nog wel. Al wat die 3-prijs was, Ronde van Vlaanderen, was voor mij te hoog gegrepen. En dan is dat natuurlijk wel, dat wilde die wel winnen. Al winnen ze maar 1 keer, ik heb ze nu 2 keer gewonnen, maar als er iets op je palmarès staat, dan is dat toch wel een geruststelling. En die wedstrijd lag me wel.
The name was initially von Stein, hè? Ja. En Weinsteins. Jā, uzvārdu samainīja, jo 45. Gadā, kad komunisti uzvarēja otro pasaules karu, tad ļoti daudz ebreji tika iznīcināti gan no vācu puses, gan arī no krievu puses. Un līdz ar to arī manam tēvam tika samainīts dzimšanas datums, tika samainīts visai dzimtai, tika samainīts uzvārds, lai vienkārši netiktu izsūtīt Sibīrā vai lai netiktu iznīcināt. Šī ir māja, kurā es uzaugu. Savus pirmos 15 gadus ar saviem vecākiem un savu vecāko brāli. Un šeit pavadīju visu savu bērnību. Iemācījos visus noslēpums no senčiem, viss, kādam ir jābūt vīrietim, kā jāmācās, kā jāsporto, kā jāuzvedās. Es, kad sāku iet skolā 7 gadu vecumā, es gāju vietatlētikā. Bet pārējie visi mani draugi, ar kuriem es uzaugu kopā, gāju riteņbraukšanā. Viņi 3 gadu laikā centās mani pārvilināt uz riteņbraukšanu, jo viņi teica, ka ejot riteņbraukšanā, tev ir iespēja dabūt arī riteni uz māju lietošanai brīvā laikā, ārpus treniņiem. Un līdz ar to pagāja 1, 2, 3 gadi, un beigās 3 gadu laikā viņi man pielauza. Un tā ceru tā klasē, 10 gadu vecumā es no vietatlētikas pārgāju uz riteņbraukšanu. Un tā sākās mana karjera riteņbraukšanā. Es domāju, ka kā Elks pats svarīgākais cilvēks bija Gianni Buño. Jo jaunībā man viņa bilde, kad viņš vinnēja pasaules čempionātu, stāvēja pie sienas un es uz viņu skatījos katru dienu, katru vakaru. Un es gribēju kļūt kā viņš. Weinsteins was wel iemand waar je toch wel het gevecht mee moest aangaan, want anders verloor je het. Absoluut. Dat waren renners die waar je altijd voor oplette. Die waren tactisch sterk, die hadden geen schrik. Zeker in de massasport voor positie te houden, moesten altijd dubbel opletten aan die in de buurt zaten. Omdat het gevecht meestal wel iets harder aan toe ging dan dat er iemand anders zat. Die plooiden ook niet, daar moesten we rekening mee houden. Hadden jullie daar weinig contact mee in het peloton? Ja, moeilijk contact mee, denk ik. Ja. Binnen het peloton was Weinsteins niet de man waar je tegen moest gaan spreken. Of, die sprak nog thans Nederlands, hè? Niet gelijk. Niet zoals vroeger. Niet gelijk 10 jaar geleden, maar oké. Okay. Iets normaal, ik denk. Als jij praat altijd in Latvië, in Russia of in Italië, dan is het normaal dat je het vergeet. Ja, Vlaams. De kampioenentrui is voor de 34-jarige Ludo Dirksens. Oververdiend, want in de eerste ronde ging hij al in de aanval. De laatste 50 kilometer heb ik aan blok gereden en ik was sterk. Ik had super binnen van mij. Ik had hem altijd graag mee. Ja? Omdat hij zo sterk was? Omdat hij zo sterk was. En dat was toch meestal een snapping dat we doorgingen. Dus ja. Soms durf ik wel eens zeggen, Ludo is echt wel sterk vandaag. En dan waren we weer 10 kilometer verder. Ja? Dus, dat hij dan op een wolkje zat. Ja. Maar het was leuk, ja. Schuwde het werk niet. Nee. Ah, je hebt dat van die man die zo op kop komen. Ik kent dat. Ze zijn nog niet op kop. Maar Ludo was helemaal anders, hè? Ik zeg het, moest het hebben van de ontsnappingen en dan op het einde ofwel alleen aan te komen of met een select groepje. En dan iedereen, ja, we hebben hier een topsprinter, we hebben ook een finisher. Peter was meer voor het zwaardere werk, het knechtenwerk en dan het berg oprijden en zo. Dus, en ik was dan meer een aanvaller. Hè. Een eeuwige aanvaller. Het leverde jou ook ongelooflijk veel sympathie op, hè? Ja. Dat was gekend tot in Nederland. Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Ja, de manier van rijden en de sympathieke smile natuurlijk die hij heeft. Die is daar is hij dan, bekend. De sympathieke smile. Dat staat ook op het netvlies gebrand. Ik heb altijd met heel veel plezier mijn job durf ik moeilijk zeggen, want dat was iets dat ik... Ik heb van mijn hobby mijn beroep nog kunnen maken op latere leeftijd in feite. Want ik was daar wel het buitenbeentje in. Ik ben pas beroeprenner geworden in 1994. Dat was het jaar dat ik 30 werd.
Dus op dat moment, als ploegleider of als manager, wie gelooft er nog iemand van iemand die die leeftijd heeft? Dus bij mij heeft het dan wel een aantal jaren geduurd eer dat ik bij een grote ploeg terecht kon. Het heeft zo lang geduurd bij, omdat ja, je mocht eigenlijk niet gaan koersen. Hè? Ik weet nog, als ik 19 jaar was, ik wel met de koers bezig en ik was toen ook bij de Peter en bij de liefhebbers. Op een gegeven moment, ja, de studie is een beetje aan de kant geschoven. En ik zei tegen mijn vader, ik ga stoppen met naar school te gaan. Allee, het gaat niet. En toen had mijn vader gezegd op dat moment, Ludo, jij gaat daar later nog spijt van hebben. Hè? En dit en dat. Maar ja, als 19-jarige, dan sta je daar niet bij stil. Ik was dan ook jong getrouwd, als ik juist 21 was. En ja, ook niet direct de interesse voor de koersen, mijn eerste vrouw. En uiteindelijk moet ik 7 jaar later toegeven tegen mijn vader, van echt ja, gaat toch wel gelijk. En dat is ook zo. Ik was 6, 27 jaar en je staat dan bij aan de band in feite, als pistoolschilder. En dan denk ik, godverdekke, waarom heb ik toen niet verder naar school gegaan? Ik had nog kameraden en die dan verder gestudeerd hadden en die stonden dan toch anders in het leven ten opzichte van ik daar aan de band op dat moment. Ja. En op dat moment denk je dan van ja, had ik toen toch maar geluisterd. Ja, want je weet nog niet of je op dat moment prof kan worden. Ah nee, dat zeker niet. En heb ik nog een mooie carrière kunnen uitbouwen. Dat zal wel zijn, absoluut. Radsportler warst immer in der Natur, warst immer draußen. Und jetzt mit der Jagd ist man auch immer draußen. Und das ist für mich ist, absoluter Ausgleich. Absolutes. Ich muss nicht joggen gehen, ich muss nicht irgendwas machen. Für mich reicht es, in den Wald zu gehen. Und ich meine, wenn man hier die Berge sieht, wenn man da anständig mit Schwung hochgeht, dann ist man oben auch kaputt, hat man auch was gemacht. Also von daher. Sehr, sehr aufregend und sehr, sehr adrenalinvoll, wenn man kurz vorm Schuss ist. Das kann man vielleicht vergleichen wie mit einem Radrennen. Aber beim Radrennen brauche ich es nicht mehr. Und jetzt habe ich einen Teil davon wieder auf der Jagd. And you're not German anymore? Nein, ich bin seit 2005 Schweizer und das mit Leib und Seele. Ich habe es immer so erklärt, ich bin in Ostdeutschland groß geworden. Ja, dann ist die Mauer gefallen, dann hat man mir den deutschen Pass aufgezwungen und den jetzt habe ich mir wieder ausgesucht und damit bin ich sehr, sehr glücklich. Bin kein Mensch, der sich unbedingt was aufzwingen lässt. Der westdeutsche Charakter wird wahrscheinlich schon ähnlich gewesen sein und das hat immer mehr ins Ostdeutsche übergeschwappt, sage ich mal, und dadurch habe ich mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt. Also wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann bin ich so lange wie die Schweiz dabei ist, bin ich für die Schweiz und danach bin ich für Deutschland. Das ist vielleicht das einzig Deutsche, was ich noch habe. Sonst nichts mehr. Had je verwacht dat je ooit nog een toonaangevende ploegleider zou worden? Want ja, je bent er ook van tussen geweest. Je hebt in de politiek gezeten, je hebt van alles gedaan. God, moesten ze mij op het einde van mijn carrière gezegd hebben, ik ga ploegleider worden, ik zou gezegd, no way. Daar begin ik niet aan. Maar nu dat ik het werk doe, is dat toch wel een gigantische uitdaging om dit werk te doen. Het is meer dan alleen de wedstrijd. Mag ik jou omschrijven als een cijfermaniak? Goh, ik, ja. Bij mij is het altijd beide. Ik ken nog altijd het buikgevoel dat soms wel primeert, maar soms moet ook wel de cijfers respecteren. Maar voor mij is de uitdaging altijd van de twee te combineren. En altijd op zoek te gaan naar nieuwe dingen om de renners gemotiveerd te kunnen houden. Maar ook dat je altijd de concurrentie toch altijd een stapje voor kunt blijven. Want het op zich een renner laten presteren, of dat is meer dan alleen het fysieke. Dat is ook het tactisch meesturen. Dat is ook het maken dat ze zich goed voelen. Dat is het maken dat de ploeg draait.
Maar ik denk als ploegleider, je gaat ook nooit niet datzelfde gevoel kunnen terugkrijgen dan dat je zelf koerste, denk ik. Nee, die beleving is toch goed vergelijkbaar. Hè? Ja? Je doet dat zelfs niet, maar je zit daar uren in een kooi. Ook bezig, hè? Ik bedoel, ook met die renners te babbelen, instructies te geven. Maar plus dat dat een groep is dat je goed kent. Dus je leeft mee met elkaar. En van ons natuurlijk, als ex-renner, weten we nog altijd perfect wat die renner zelf meemaakt. Maar goed, mooier dan een toerrit winnen in een massasprint wordt het toch niet? Nee, het is niet hetzelfde, maar de beleving is er altijd nog wel. Ja, oké. Okay. Ja. Viele sagen, wenn ich extremer gelebt hätte, wenn ich gewichtsmäßig mehr geschaut hätte, aber das wäre mit so viel Aufwand und Verlust und mit Entbehrung verbunden gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dann heute glücklicher wäre und ich weiß auch nicht, ob ich dann bis 39 Fahrrad gefahren wäre. Ich habe halt auch so ein Glas Wein oder ein Bier mal gerne nebenbei getrunken. Und wenn meine Hauptsaison vorbei war, sage ich mal, die Frühjahrsklassiker nach dem 1. Mai, dann war ich vielleicht halt nicht mehr so konsequent mit dem Training oder mit dem Essen und mit allem. Also. Nog 300 meter. Wezenman lonkend. Als een tijger op zijn prooi. Oste. Wat laverend. Oste die de sprint op gang trekt. En nu komt Wezenman. Wezenman komt naast Oste. Oste zet zich breed open, maar Wezenman komt erover. En Bruylands plafonneert. En Steffen Wezenman gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. Na Rudy Aaltig is hier Steffen Wezenman. Hij wint de Ronde van Vlaanderen voor Lijf Oste en Dave Bruylands. Do you miss that feeling? Nein, nicht mehr. Ich kann sehr gut Paris-Roubaix und Flandern-Rundfahrt gucken, ohne zu denken, ach, hättest du mal oder könntest du mal. Für mich, ich habe da meinen Frieden gefunden. Bewerbung habe ich sicher Tausende geschrieben, aber mit 46 als ehemaliger Berufsradfahrer, das ist keine Option für die Leute. Die wollen Erfahrung, die wollen erlernte Berufe. Aber in meinem erlernten Beruf als Schlosser, gut, da wird es schwierig. Und dann jetzt eben vor circa, also etwas mehr als einem Jahr, dann in einem festen Job angefangen und mittlerweile einen LKW-Führerschein gemacht, wo ich sehr stolz bin und was mir sehr viel Spaß macht. Did you expect that a Tour of Flanders winner had to go to work after his career? Warum nicht? Das ist doch. Also ich finde das jetzt nichts Unnormales oder. Ich meine, ich habe zu der Zeit sicher viel Geld verdient, aber ich habe auch gut gelebt. Ich bin schnelle Autos gefahren, ich bin teuer in Urlaub gefahren. Und das ist das, was ich jetzt nicht mehr vermisse, wo ich nicht mehr brauche. Jetzt brauche ich das Geld zum Leben. Ich habe ein schönes Haus, ich habe Familie, kann mir alles leisten, was ich will, habe Essen und Trinken auf dem Tisch und das ist das Allerwichtigste.
Als je stopt met koersen, zeker als je 10, 15 jaar gekoerst hebt, je stopt, je kunt niet veel meer. Hè. Nee. Begint met een fietsrijden, wat kun je nog? Ik denk dat iedereen, of de meeste wel zoekende zijn, denk ik. Bij mij was dat ook het geval. Je krijgt hier en daar wel wat aanbiedingen en ze zien wel, ja, je bent ex-renner, wat kan je niet. Bij mij was misschien het voordeel, voor mijn carrière heb ik ook gewerkt, dus ik wist wel wat na mijn carrière te wachten stond. Ik ben in de fietsbranche terechtgekomen. Ik zit nog altijd in de fietsbranche. Dus dat is iets wat dat je, altijd je passie is geweest, wat je graag hebt gedaan. Ook de materiaalkeuzes, de ontwikkelingen in het materiaal. Als ik nu zie van waar dat wij komen, wat in 2005 ben ik gestopt, hoe dat de evolutie dan geweest is, dan is dat mooi. En ik doe dit beroep ook graag. Dus, maar sommigen hebben niet die keuze dan. Hè. En dan is het waarschijnlijk wel moeilijker. Ik ben een buschauffeur bij de lijn. Ik doe dat niet tegen mijn naam, maar dat is hetzelfde niet als in de tijd dat gekoerst heb. Dat is de allergrootste leven, liefde. Ja. Ja, hetgeen dat is... wat je mist is die adrenaline, vind ik zelf. Moet je toch ja, sportfotograaf worden. Toewerken aan sportdirecteur. En echt, ja. En die momenten, zo, je hebt dat ook als je gewoon werd. Like, nu, je rijdt met een bus, Je dag is voorbij, maar in de koers voorbeeld, ik zeg maar iets, je rijdt er rondom, je hebt er een bergje, komt er met 200 man aan de voet van die berg, boom, zijn er nog met 15 man, als je erbij zit, dan heb je zo'n gevoel, zeg je, Ik zit er nog bij. Ja, dat ja. Die kick is groter gewoon. Weinsteins is op komst, Sproeg is op komst, Bartoli bijna vallen, sprinten moet hij, maar hij wil overwalsten. Het is Weinsteins die wereldkampioen wordt voor Sproeg en Freire. Weinsteins is wereldkampioen. Nou ja. Thomas Weinstein, wat een laatste kilometer. Hey, ik kan niet praten, nu een beetje later. Hè. Klein beetje. Ja. Raad me! Niks nu. Was Schmiel het mikpunt? Ja, ik ben geen leuke Gendazalen. Ik heb geprobeerd, ik heb nooit aangevallen met de beste. Ik heb alle kaarten gespeeld op de sprint en ik heb gewonnen. Nee, aprakstaan. Es domāju, ka nav vārdu, kas var aprakstīt tās emocijas, kas man bija tajā gadā. Jo kaut kāds puika no Latvijas, kur nav nemaz tik liels un senas tradīcijas kā Beļģijā vai Francijā un vēl kur Itālijā. Uzaugot Beļģijā, braucot visā pasaulē, bija visādas dzīves problēmas, lai kļūtu par profesionāli. Ja iedomājās, ka tu pazaudēji savu tēvu dažus mēnešus pirms pasaules čempionāta, un tu vēl vari savākties, lai turpinātu trenēties, lai turpinātu gatavoties pasaules čempionātam, es domāju, tas ir ļoti emocionāli. Tas ir neaprakstāms. What kind of a person was your father? Ļoti pedantisks. Ļoti kārtīgs, ļoti stingrs savā darbībā. Viņš gribēja, lai es mācos, lai man būtu pareizais rokraksts, lai es zinātu krievu valodu, lai man būtu pareizā attieksme pret sievietēm, pret bērniem, pret dzīvniekiem. Viņš ļāva man būt savā laikā brīvam. Un tajā pašā laikā arī viņš kontrolēja un mācīja man, kāds ir īsts vīrietis. Un tas man arī ļoti palīdzēja sākumā sportā un arī pēc tam ikdienā. Tā kā pasaulē un... Kā saka, pasaulē ir viss līdzvērtīgi. Sākumā tev atņem, pēc tam tev iedod. Un tā notikās arī manā dzīvē. That's life. Hoe zit dat bij jou, Leon? Heb jij makkelijk je draai gevonden? Nou ja, ik heb nog tijdens zesdaagse gereden. En langzaam een beetje afgebouwd en dan, ja, dan begin je... Had je dat nodig, dat langzaam afbouwen?
Nou, ik had op een gegeven moment moest ik bij Rabobank weg. Dat voelde echt slecht. En ik dacht van ja, ik wil niet mijn wielercarrière eindigen met een slecht gevoel. Dus toen toch besloten om nog door te gaan in het zesdaagse circuit. En bij een Chinese ploeg gereden een aantal jaar. En echt super tijd gehad en veel plezier aan beleefd. En ja, heel blij dat ik dat gedaan heb. Ja, en dan moet je toch iets anders. En dan ga je toch een beetje zoeken. En ik zocht eigenlijk wel iets waar ik mijn passie in kwijt kon. En dat, ja, met de fotografie is dat zeker gelukt. Hoe zou je die passie dan omschrijven voor fotografie? Is nou, die even dat, groot? Dat moment, nou, even groot denk ik niet. Maar zeker het moment als je over een finish komt en je hebt een koers gewonnen. Dat is zo ja, iets magisch. Dat is lastig te evenaren. Maar als je die foto maakt en je weet dat het de foto van de dag is, dan ja, dat komt wel in de buurt. Wat zijn je ambities met fotografie? Eigenlijk is mijn grootste ambitie is om te kunnen maken wat je zelf wil en daarvoor betaald te worden, ja. En zonder eigenlijk weinig omkadering en dat je eigen werk kan maken en dat is eigenlijk het mooiste. Dat neigt al wat meer naar kunstenaarschap dan? Ja, misschien wel. Kennen jullie zijn werk een beetje? Ik zie je dan in de fietsmagazines en hij schrijft ook voor het blad fiets en hij doet testen met fietsen en ik zie ook foto's van hem verschijnen. En ja, ik lees dat toch iedere keer aandachtig. Dus, ik zie Leon meestal opduiken op de meeste mogelijke plaatsen. Ja. Ja. Ik vind dat wel geweldig. Meestal als hij langs rijdt, dan ben ik aan het rennen met me. Ja. Is it safe to say that after your world title you have never been able to achieve the results you did before? Pēdējo divu gadu notikumu salikās tā, ka manī pazuda interese vispār pret profesionālo riteņbraukšanu. Jo tie bija tie gadi, kad riteņbraukšanā bija lielākie doping skandāli. Mūs vajāja no rīta līdz vakaram. Arī, kad tu brauc atvaļinājumā ar savu sievu un bērniem, viņiem bija jāzina, kur tu esi, ar ko tu esi. Vienalga, jebkurā brīdī, kad tu aizgāji no mājām. Man bija telefons zem kontroles, man bija arī māja zem kontroles. Un tā vairs nebija dzīve. Tās bija tādas sajūtas, ka it kā tu esi viens no lielākiem pasaules noziedzniekiem, kuru viņi vaktē dienu un nakti, lai pienāk tas brīdis, lai tev noķertu un ielikt cietumā. Apmēram mums bija tāpatās. You were named at a certain time in the case of Fuentes. If people ask you questions about it, what do you answer them? Man tikai pazvanīja no Latvijas televīzijas. Kur no sporta programmas, kur esam arī daudzreiz bijis, un tās programmas vadītājs man ir ļoti labs draugs. Un viņš man tiešraidē nointervēja pa telefonu, uzdot jautājumu, kāpēc esam pieminēts šī Fuentes skandālā un tā tālāk. Un es vienkārši skaidru un gaišu ņem paziņoju, atbildēju. Es pateicu, ka ja man līdz šim nav meklējuši no UCI, ja man līdz šim nav meklējuši no Latvijas olimpiskās komitejas vai Latvijas federācijas un tā tālāk, es teicu, tās viss ir muļķības. Jo, ja viņi būtu gribējuši un tā būtu bijusi taisnība, tad droši vien man tāpat būtu atņēmuši visu to, ko esmu uzvarējis līdz tam. Ja tu esi slavens un tu esi stiprs, tad vienmēr būs cilvēki, kas tev apskaudīs, ienīdīs, kas gribēs tev slikt, lai vienkārši tevi izpostītu. Ja viņiem skauž tas, ka tu esi labāks pa viņiem. Un tāpēc es to visu to situāciju vienkārši palaidu garām. It's good. This was good. We gaan over nu naar Peter Farazin, bijnaam. Fausto. Fausto, van waar komt die naam? Fausto Coppi, hè? Van Fausto Coppi. Een vergelijking daarmee misschien? Ik weet het ook niet hoe dat komt, hè.
Ik heb ook nog een tijd mijn leerdienst moeten doen, dat is nu ook gedaan. En ik zat in de militaire ploeg en was er een soigneur bezig met mijn benen en zei, ze zijn juist like de benen van Koppie. Ja, die anderen die er rond zaten, hoorden dat. En sindsdien had ik de naam van Fausto. Ja. Ga je ermee leven met de naam van Fausto? Dat was een hele goede carrière. Ik kom nog niet als een nieuw, eigenlijk, maar hou. Ja, Fausto altijd... komt toch hard met de fiets rijden. Hij is dikwijls een onderschat renner, ja, denk ik. Hij is daar zelf, denk ik, een beetje bescheiden in. Maar... Ludo is echt hard met de fiets rijden. Er een paar hier gewoon die hard met de fiets konden rijden. Ieder op hun manier, maar ja, het is wel waar. Ja. Peter Farazijn kon ook heel hard met de fiets rijden. Je bent nu buschauffeur? Ja. Ben je een goeie? Buschauffeur? Ja. Bandenspanning controleren. Ja. Vriendelijk voor de mensen. Ja. Goed, dank je wel. Dat is bijna makkelijker. Voor mij mogen ze eigenlijk bijna alles doen als ze maar mijn bus niet opbreken. Bij jou mogen ze nog eens opstappen zonder te betalen. Ja, maar dat wil ik niet zeggen. Dan heb je het niet gezegd. Je hebt niks gezegd. Een goede verstaander heeft genoeg aan een half woord of soms zelfs minder. Voor mij is dat eigenlijk nog ideaal, want ik rij eigenlijk nog altijd heel veel met de fiets. Dus ik kan er eigenlijk echt goed in passen eigenlijk, om nog met de fiets te gaan rijden. Eigenlijk. Ah ja, eigenlijk pas je werk in je trainingsschema. Nee. Ik heb geen trainingsschema meer. Ik rij alleen nog voor plezier. Is het leven goed geweest voor jou? Maar redelijk vroeg mijn broer verloren in een accident. Mijn vader is ook gestorven van 55 jaar. Dus ja. Dan besef ik ook dat je een beetje moet profiteren van het leven. Ja. Wat is er gebeurd toen? Autoongeval. Er zat met vier in die auto. Mijn broer zat naast de chauffeur. Is de enige was op slag dood. Die andere drie hadden eigenlijk niks. Niet als ik, maar iets. Ja, maar goed. Ja. Ik wil maar zeggen, eigenlijk echt, als je het eens hebt, dat is het lot zeker. Ja. Wat doe je eraan? Ja. Van mijn vader was dat in juni 1999 iets voor de Tour. Normaal ging ik niet moeten gaan naar een Tour, maar dat was mijn eerste jaar bij Cofidis. Maar mentaal was ik echt niet... Ik kwam uit een Tour en zei ik ga nooit een Tour niet meer in. Ik had er echt een dehoe van. Dat was gewoon niet echt een Tour, maar dat was gewoon... Ik zat nog niet goed in mijn vel. Hè. Dat was te kort bij en mijn vader koerste ook. Maar we liefhebben nu gewoon leven. Ik ging altijd mee. Maar wij hadden zo niet... Dat is ook een beetje zo van... We hadden niet die diep handen spreken. Zo. En toen zei hij toen... Moest nog een keer dat gezet hebben. En dat is toen te laat, hè. Ja. Jo, es Itālijā nodzīvoju pusi savu mūžu, tas ir 20 gadi. Es pirmo reizi uz Itāliju aizbraucu 92. gadā. Un es sapratu, ka tā ir valsts, kur es gribētu dzīvot. Tā ir valsts, kur es gribētu novecot. Manai mammai jau ir 69 gadi jau. Viņa vien pat netiek galā. Viņa vairāk reizi jau pēdējos gados man lūdza, lai es braucu mājās, jo ja nē, tad viņa ies uz pansionātu, jo viņai viss ir apnicis un pārāk smagi un tā tālāk. Un par cik man nesalikās lietas Itālijā, tad es divreiz nedomājot pieņēmu šo lēmumu un atgriezos. Do you miss Italy? I think the answer is yes. Protams. Par cik man arī Itālijā ir 4 bērni, es domāju, ka jā. Es domāju, ka atbilde ir 100% jā. Je hebt een dochter, Lopke, die een mentale handicap heeft, ook fysieke handicap. Hoe gaat het eigenlijk met haar op dit moment? Op zijn eerst, maar op zich is dat een heel tevreden kind en een heel blij kind. Wat heeft ze precies? Ze heeft onbehandelbare epilepsie, mentale achterstand, ook sowieso fysiek beperkt. Maar het is op zich een heel mooi kind. Ze ziet er ook schoon uit. Kan je dat beschrijven, hoe heftig?
Het soms is voor haar, want ja, ik heb er ook wel wat dingen over gelezen. Je hebt er ook wel eens wat interviews over gedaan. Soms zijn die epilepsieaanvallen wel echt heel zwaar. Soms zijn die heel zwaar, ja. Soms gaat dat inderdaad wel heel diep en is dat met roepen en met schudden de klassieke beelden, maar dan echt wel in het ja, echt wel hele zware aanvallen. Hè. En dan sta je daar na al die jaren, ze wordt 18 jaar, na 18 jaar went dat nooit. Dat ja, dat wou ik net vragen. Omdat er ook altijd, er is altijd een risico aan verbonden dat het een aanval te veel gaat zijn. Daar moet er ook wel bewust van zijn. Je moet daar niet naar leven, maar je moet er bewust van zijn. En dat maakt ook dat je iedere aanval ook niet als vanzelf speelt. Dat je daar niet zomaar overgaat. Ik heb het geluk gehad dat mijn vrouw Leen, dat die daar echt wel goed mee kon omgaan en er ook alles aan gedaan heeft om alles thuis gewoon draaiende te houden. Hè. Wat niet evident is als je zoveel weg bent. Maar ze doet dat schitterend. Zonder een goede thuis zou dat niet gegaan hebben, denk ik. Ja. Een van de redenen waarom we zelf een huis aan het bouwen zijn voor 9 kinderen met een beperking, mm-hmm. is één omdat we absoluut wel wilden loslaten, maar we wilden ook wel zeker zijn dat we uiteindelijk nog het leven van Lopke mee gaan besturen of mee gaan indelen. En uiteraard ook de reden is dat je, als je er ooit niet meer bent, dat je uiteindelijk weet dat ze ergens is waar ze dezelfde zorgen zou gekregen hebben, moesten wij er nog geweest zijn. Kennen jullie het verhaal, mannen? Ja, ik wist in de tijd dat Tom met een ploegmaat samen geweest, dat hij dat wel, dat hij daar ook wel veel werk mee had. Of toch, je denkt er altijd aan. Dat is iets wat iemand anders dan niet moet meedragen tijdens zijn carrière. En ik denk ook wel dat toch wel... Nog meer respect? Nog meer respect, ja, absoluut. Ja. Je hebt ook nog een zoon, hè? Ja. Je hebt Rune, die ook nog aandacht vraagt. Hoe is het met hem? Hij heeft dus ook die autisme vastgesteld. Dat in het begin van de jaren inderdaad wel zorg en begeleiding nodig had. Maar hij doet dat schitterend. Hij heeft een geweldig gevoel voor humor. Soms komt hij er wel eens minder probleem. Ja. Omdat hij zo aan het rem is dat hij feitelijk er alles maar uitflapt. Voor ons altijd heel grappig, maar soms op school iets minder grappig natuurlijk. Die kent hij niet altijd zijn grenzen in. En je fietst ermee, af en toe. Ja, hij is, ondanks dat ik alles geprobeerd heb om hem van de fiets weg te halen, is hij ook beginnen koersen, ja, met vallen en opstaan, maar dat is niet erg. Natuurlijk. En het doet dat graag, dus ja, dat is voor mij het belangrijkste. En er zal er ook wel veel en of, mee. En of er dan een stijl in het peloton komt, dat maakt dan weinig uit. Dat maakt voor mij echt niet uit. Ja. Ja. Oké. Okay. Nachts das Telefon geklingelt und ich bin nicht dran gegangen. Und dieselbe Nummer hat dann am Morgen nochmal angerufen und hat dann die Nachricht überbracht, dass er im Koma liegt und wahrscheinlich hirntot ist. Keiner kann genau sagen, was passiert ist. Er ist zu schnell gefahren, ist ins Schleudern gekommen, ist seitlich gegen Baum geprallt und dabei tödlich verunglückt. Und mehr weiß ich nicht. Und zum heutigen Zeitpunkt braucht es auch nicht mehr. Ich muss nicht mehr wissen, das ist passiert. Und zum Glück saßen nicht noch andere mit dem Auto, dass man da vielleicht noch Verantwortung für hätte. Oder ist schlimm genug, dass er gestorben ist. Und dann, er lag ja noch eine Woche im Koma und das war eine verdammt harte Zeit. Das Schlimme ist, du weißt, dass es der Endzustand ist. Wie er dort liegt und beatmet wird und im Koma liegt. Und schlussendlich in dieser Woche wartest du auf den Tod deines Kindes. Und das war das Schlimme. Knappe Stunde vor seinem Unfall noch ein SMS zusammengeschrieben. Und das sind so harte Sachen. Und dann hast du eigentlich mehr und mehr versuchst du, die schönen Sachen noch in Erinnerung zu behalten. Das erste Jahr ist das Schlimmste, wenn man telefoniert hat oder geschrieben hat.
bin vor die Aufgabe gestellt worden und ich schaffe es mehr und mehr damit umzugehen. Oder ich schaffe es damit umzugehen. Es ist hart, um daran zu denken. Je hebt ook een zoon die koerst, hè? Ja. Ja. De best koersende zoon van allemaal hier, denk ik, hè? Moet je dat toch zeggen? Ja, man. Toch geen zo'n goed seizoen had dit jaar, maar ja. Doet je dat plezier? Dat doet natuurlijk dat wel ook een plezier, ja. Maar als die, moest hij geen beroepsrenner worden zijn. Voor mij, ja. Ik vind als hij zich maar amuseerde bij de, op de velo. Zeker als ze jong zijn, dat is het voornaamste. Zeker, absoluut. Wordt hij beter dan zijn vader? Ik hoop voor hem dat hij beter wordt dan mij. Maar pas op, dan moet je toch nog wel het ene uitkuisen om beter te worden dan zijn vader. Dirkse is in het peloton, het is niet voor morgen. Het is spijtig, het zou een tweeling zijn, dan hadden ze wel wat werk, denk ik. Hadden die alle twee... Een koppeltijd, of jouw barakker. Naar vader dan wel. Maar luister, weet je wat, kinderen moeten gelukkig zijn. Ja. En dat is het belangrijkste, denk ik. Je hebt ook nog een derde zoon, hè? Enfin, eigenlijk een eerste zoon. Ja. Ja, dat klopt. Mijn eerste huwelijk. Ja. Ja. Iedereen heeft dat. Er zijn er hier nog die gescheiden zijn. Die zie ik natuurlijk weinig of niet, bij wijze van spreken. Dus ja. Hoe oud is hij nu? Hij is nu 23 ondertussen. Dus ja. Maar hoe komt het dan dat het zo fout is gelopen tussen jullie? Het is je zoon. Ja. Nou, hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat moeilijk voor daarover... te praten, ja. Dan moet je dat niet doen. Hè. Ja. Ja, er is geen verplichting om erover te spreken, voor alle duidelijkheid. Misschien dat dat nog kan veranderen, ik weet het niet, maar ik heb ook geen glazen bol of geen spiegel. Dus ja. De toekomst moet dat uitwijzen. Ik denk dat wel. Ja. Also meine Frau war schon immer sehr, sehr wichtig in meiner Karriere, nach meiner Karriere, in der Zeit, wo in den schweren Zeiten, in den guten Zeiten, da hat man es gut. Das wichtig oder entscheidend sind die Phasen, wo es schlecht ist, wie man da zusammensteht. Ich habe auch immer in meiner Karriere gesagt, wenn ich gut drauf bin, dann brauche ich keinen Trainer. Dann läuft es einfach. Ein Trainer oder einen guten Physio oder einen Mentaltrainer, den brauche ich, wenn es mir schlecht geht. Und so ist es in der Familie, im Familienleben ganz genauso. Ich glaube, im Moment bin ich sehr, sehr glücklich. Am glücklichsten bin ich, wenn ich nächstes Jahr im Juni die Jagdprüfung bestanden habe. Dann muss ich nichts mehr lernen. Mein Traum ist dann, Pächter zu werden bei uns in der Jagd und dort ein wichtiges Mitglied in der Jagdgesellschaft zu sein. Und sonst ist es natürlich ein Traum oder ein Wunsch, dass meine Familie gesund bleibt, weil einen harten Schlag hatten wir, also es braucht nicht noch einen. Kas var būt labāks pavadīt savas vecumdienas mazā maigā restorānā taisot ēst vai piedāvājot garšīgu itāļu vīnu? Un atbrauc cilvēki no Itālijas vai no Francijas vai no Skandināvijas vai vēl nezinu no kurienes. Un tu ar viņiem var parunāt, jebkurā valodā tu viņiem var pastāstīt par savu pagātni. Viņi varbūt tev atcerās vai neatcerās, bet tu viņiem var piedāvāt to, ko viņi vēlās. Gan ēšanas ziņā, gan arī dzeršanas ziņā. Un tad reizēm ir tā, kad es no rītiem vai vakaros mājās uzlieku itāļu mūziku, dzeru itāļu vīnu un tad vienkārši izplūst asarās un domāju par Itāliju un par saviem bērniem. Es ceru, ka arī man bērni atbraukuši šeit nākotnē. Redzēsim. Dzīvu radīšu.